Donderdag vierde het echtpaar Schonewille hun 60-jarige huwelijk. Ik nam een bosje bloemen mee en bezocht het echtpaar. En er kwam ook nog hoog bezoek. Hoe is het mogelijk, hè? Leuk, leuk. Nou, ik ben wel een echte Hilversum. U wel? Ja, ik ben geboren en getogen. Oh, ja. Dus, en u woont hier ook al een tijdje, denk ik. Dit woont hier? Nou, ik woon vanaf 60 woon ik hier, maar in het verleden heb ik in de Lieve de Keilaan gewoond. Oh, ja. Dus mijn moeder staan daar in met kinderen. En... Romantische overslag. Ja. Ja. Tante Riet en oma Frits. Nou, dames en heren, je ziet het al. Hier zit het echtpaar op de bank. En ik ga u dit bloemetje overhandigen namens 6FM. En ontzettend gefeliciteerd met jullie jubileum. 60 jaar. 60 jaar. Het is gewoon bijna niet te geloven. Ja, maar het is toch eerlijk waar. Wat was het voor u om uw vrouw bij de altaar in een mooie, prachtige witte jurk te zien? Ja, dat was natuurlijk in die tijd ontzaglijk indrukwekkend. Ja. Maar ja, de tijden zijn zo veranderd dat je in de huidige tijd dat het heel, heel, heel anders is. Want je maakt het toch, in de klassieke sector zie je het nog wel op de tv, maar in de gewone wandelgangen is het toch sumierder geworden. Ja. Ik wil nog even terugkomen op de dag. Jullie kennen natuurlijk elkaar meer dan 60 jaar, neem ik aan. Want je bent 60 jaar In principe zit daar nog 5 jaar voor. Nog want 5 jaar? Dus eigenlijk kennen jullie elkaar 65 jaar. Ja. We hebben een 5-jarige verlovingsperiode doorgebracht. Dat mag er ook nog wel. Kijk, dat realiseren, maar dat komt nou wel naar boven. Nu pas naar boven. Dat is zo. Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Hoe is dat begonnen? Van een bruiloft van haar zus. Ja? Mijn zus die trouwde. Ja? En haar man die was in Bussum. En die zat dus in de militaire dienst. Ja, en die zat dus ook in Vernuizen. En toen zijn ze daar dus getrouwd. En daar kwam hij. Ik hou nog heel veel van je. En dat hoort ook zo.